In dit filmpje ga ik wat vertellen over erfdienstbaarheden. Bij een erfdienstbaarheid zijn tenminste twee percelen betrokken. Het heersend erf en het dienend of leidend erf. Het ene perceel verkrijgt een recht ten opzichte van het andere perceel. Er zijn verschillende soorten erfdienstbaarheden. Het bekendste voorbeeld is wellicht het recht van overpad, waarbij de eigenaar van het heersend erf het recht heeft om gebruik te maken van het perceel van een ander om te komen bij bijvoorbeeld zijn eigen huis. Andere voorbeelden zijn het recht van uitzicht, gootrecht of bijvoorbeeld het recht om een boom te hebben in je tuin op minder dan de door de wet toegestane afstand met de grens van de buren. Erfdienstbaarheden kunnen op verschillende wijzen ontstaan. Meestal worden erfdienstbaarheden gevestigd in een notariële akte. Een erfdienstbaarheid kan echter ook tot stand komen door verjaring. In dat geval bestaat een bepaalde situatie al zo lang dat de erfdienstbaarheid van rechtswegen ontstaat. Bij de overdracht van een woning controleert de notaris bij het kadaster of er met betrekking tot dat huis of naastgelegen eigendommen erfdienstbaarheden bestaan. Indien dat het geval is, neemt de notaris deze op in de akte van levering en geeft daarover bij de ondertekening van de akte tekst en uitleg aan de koper, zodat deze bekend is met de erfdienstbaarheden waar hij mee te maken heeft. Wil je over dit onderwerp meer informatie? Neem dan even contact met ons op.